Een hele goede dag jongens en meisjes. PSJ op je beeldscherm met een nieuwe uitlegvideo over het thema water in het Midden-Oosten. En de titel van deze instructievideo, uitlegvideo, is Meer vraag naar water. En zoals jullie weten zijn we bezig met een hoofdstuk over het Midden-Oosten. En we gaan een nieuwe paragraaf doen, paragraaf 9.3. En die heet Toenemende watertekorten. En eigenlijk in alle landen van het Midden-Oosten neemt de vraag naar water toe, terwijl de beschikbaarheid van water afneemt. En hoe gaan die landen hiermee om? Nou, de vorige video's, twee video's, gingen over paragraaf 9.2, over water in het Midden-Oosten, in met name het land Israël. We hebben ook gekeken naar de Eufraat en de Tigris. Dus ik zou zeggen, pak je tekstboek of je leerboek er maar bij. Bladzijde 118 en 119. En dan gaan we beginnen. Laten we eerst weer gewoon. We starten altijd, hè, zoals jullie weten, met de hoofdvraag en ook de deelvraag. Nou, we hebben paragraaf 1 en 2 hebben behandeld. En paragraaf 3 gaat over toenemende watertekorten. En ik wil daar twee video's over maken. En dit is dan de eerste video. En in deze video gaan we vooral kijken naar. Nou, dat er steeds minder neerslag valt en ook dat er meer vraag naar water is. En we gaan kijken wat de redenen daartoe zijn. Nou goed, gebruik ook je leerdoelen erbij, bladzijde 167 in je werkboek. Helemaal als je straks gaat leren. Want ik wil jullie natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op dit schoolexamen over het thema water wat eraan zit te komen. Nou, als we eerst eens gaan kijken naar deze kaart. Deze kaart die heb ik uit paragraaf 9.5 gehaald. Dat is een bronnenparagraaf. En daar kan ik een aantal bronnen kan ik goed gebruiken bij paragraaf 9.3. En hier zie je een kaart van de wereld. En de titel is Waterschaarste in Nederland. En in Nederland, in de wereld. En je ziet hier de hele wereld. Je ziet ook welke gebieden genoeg water hebben. Als je in de legenda kijkt. Donkerblauw, dat is genoeg water. Nou, dan valt op dat met name Europese landen, maar ook Canada, Noord-Amerika zou je moeten zeggen, Zuid-Amerika, daar is in principe genoeg water. Dan heb je ook nog een aantal landen, daar is wel genoeg water, maar geen goed gebruik. Nou, dat zijn met name landen in Afrika en Azië. Hier leggen ze dan even uit wat dan geen goed gebruik is. Heeft vooral te maken met kennis en geld, ook hoe je dat. Nou, dat water kan oppompen bijvoorbeeld, of om het water schoon te houden. En geel en oranje, dat zijn toch wel de landen waar het moeilijk gaat worden, waar waterschaarste is of gaat komen. Te weinig water in de toekomst of er is al te weinig water. Nou, als we dan even inzoomen op het Midden-Oosten, de regio die we behandelen. Dat valt op Egypte, Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije, dit gebied. Dat krijgt gewoon te kampen met waterschaarste. Minder neerslag. Ja, er is wel wat aan de hand. Ik heb nog even de kaart uit paragraaf 1 erbij gepakt. Hè, de kaart van een neerslag per jaar in het land, per land. Nou, dan viel er wel op dat een aantal landen gewoon, dat er gewoon weinig neerslag valt. En een aantal landen. Met name Turkije, ook wel delen van Irak en Iran. En ook aan de Middellandse Zee. En Libanon, stukken van Syrië en Israël. Dat daar nog wel wat neerslag valt. Of in ieder geval meer dan in landen zoals bijvoorbeeld Kuwait, Saudi-Arabië en Egypte. Nou, dat kunnen we allemaal uit deze kaart aflezen. Dus er valt al niet heel veel neerslag in de regio. En die verschillen zijn tussen landen ook nog wel groot. Maar dan is er ook nog wat aan de hand. Er valt steeds minder neerslag. En dat heeft als oorzaak is het versterkt broeikaseffect. En in paragraaf 9.3, daar staat een kaart van Israël, klimaatverandering Israël, figuur 9. En die wil ik even met je doornemen. Dit is de neerslag in millimeters. Dat kun je hier aflezen, 80 millimeter, 70, nou, tot en met 10, 0 millimeter. Dit zijn de maanden. Van het jaar januari, zo mei, juni, juli tot en met december. En dan lichtblauw, de lichtblauwe staafjes, dat is de neerslag tussen 1901 en 1930.
Dus dat is al wel meer dan 100 jaar geleden. En donkerblauw is 1991, 2015. Dus deze gegevens hebben ze allemaal verzameld. Nou, dan moet je eens kijken naar januari. Tussen 1901 en 1930 vielen meer dan 70 mm neerslag in Israël. Laten we zeggen 374 mm. Nou, tussen 1991 en 2015, dus nog niet zo heel lang geleden, is dat nog maar 65 mm. Dat denk je misschien maar een klein verschil in millimeters, maar voor een land als Israël, waar water heel kostbaar is, en nou ja, zeker in een regio, niet alleen voor Israël, maar zeker in een regio waar weinig neerslag of weinig water is, moet ik zeggen, is een paar millimeter, ja, is al best wel veel. En zo kun je dat voor elke maand kun je aflezen. Maand februari, nou, dat was bijna 60 en nu 50. Ook in de maand mei, april, of maart, april, mei, zie je dus dat echt wel een verschil is. Nou, er is één maand, oktober, dat er iets meer is. 1991-2015, bijna 10 millimeter. Maar ook kijk bijvoorbeeld ook maar eens naar de maand december, wat een groot verschil. Tussen 1901 en 1930 was het ook bijna 70 mm en dat is nu nog maar iets meer dan 50. Dus er is wel wat aan de hand. Dus het zijn al landen waar weinig neerslag valt en dan valt er ook nog steeds minder neerslag. En de mensen in het Midden-Oosten, ja, die hebben natuurlijk wel water nodig. En er is ook steeds meer vraag naar water. En daar zijn eigenlijk drie verschillende redenen voor. En de eerste reden is het feit dat de bevolking in het Midden-Oosten groeit. Er komen steeds meer mensen bij. En ja, deze mensen die hebben ook water nodig. Dus niet alleen om te drinken, maar ook om te douchen, om af te wassen misschien. Dus ja, als er meer mensen bij komen, dan stijgt het verbruik ook. En dat komt omdat veel van deze landen hebben een jonge bevolking. Dus daarmee wil ik zeggen mensen die kinderen kunnen krijgen. En er worden ook wel veel kinderen geboren. En daarnaast is het zo dat in deze landen mensen ook ouder worden. Omdat het beter gaat in deze landen. Met name met de gezondheidszorg, hygiëne, voedsel. Dat wordt allemaal beter. Dus mensen leven ook langer en ja, verbruiken dan ook meer water. Nou, ik heb nog even een kaart uit een ouder aardrijkskundeboek gepakt, want die vond ik wel interessant. Hier zie je de groei van een aantal landen in het Midden-Oosten vanaf 1960 tot en met 2030. En dan zie je dus dat, hier kun je aflezen hoeveel miljoen dat dan is. Nou, een land als Turkije, dit blauwe vlak wordt steeds groter, dus dat betekent dat er steeds meer mensen bij komen. Hetzelfde geldt voor Egypte, Iran, Irak en ook de overige landen. En je kan het zo ook aflezen, in 1960 waren er iets meer dan 100 miljoen inwoners in het Midden-Oosten. Maar de verwachting is in 2030 dat dat al 500 miljoen is. Dus dat is best veel. Er komen gewoon heel veel mensen bij en die verbruiken meer water. Dat is de eerste reden. De tweede reden is de landbouw. In het Midden-Oosten wordt ook best wel veel aan landbouw gedaan. En landbouw is gewoon een van de grootste waterverbruikers in het Midden-Oosten. En dit zie je vooral ook in landen die best wel rijk zijn. Israël is best wel rijk, maar ook in landen als op het Arabisch Schiereiland, zoals Saudi-Arabië, Kuwait, Verenigde Arabische Emiraten, hebben ontzettend veel geld verdiend met aardolie. En heel veel van dat geld wat ze daarmee verdiend hebben, investeren ze in de landbouw. En ze doen gewoon aan landbouw in de woestijn. Je wilt het niet geloven, maar het is echt zo. En hier zie je, dit is dit plaatje staat ook in je boek. En maar hier zie je gewoon akkers in de woestijn in Saudi-Arabië. En in Saudi-Arabië wordt ontzettend veel tarwe geproduceerd, graan en tarwe. En het is zelfs zo dat Saudi-Arabië, geloof ik, in de top 10 staat van de grootste tarwe exporterende landen. En daar hebben ze een heel systeem voor bedacht. Cirkelirrigatie, dit lijkt wel van die graancirkels. Eigenlijk zijn het ook graancirkels. En daar heb ik ook een filmpje van gevonden en daar kunnen we even naar kijken. En daar zal ik wel wat dingen bij vertellen. En dat is natuurlijk gek in een land als Saudi-Arabië waar heel weinig neerslag valt. En ook eigenlijk heel, heel weinig. De Eufraat en de Tigris en de Nijl die stromen niet door Saudi-Arabië. Dus eigenlijk heel veel woestijn.
Maar Saudi-Arabië heeft wel van die aquifers. En ze pompen dus dat grondwater, pompen ze omhoog. En dat gaat dan in soort van waterleidingen. En hier heb je dan een soort een systeem op wielen waar dus water uitsproeit. En die rijdt zo rond. Dat is een soort hele lange metalen, hier, zo zie je hem ook, hè? Lange metalen arm. En die rijdt op wieltjes rond. En af en toe dan komt er wat water uit en zo. Irrigeren ze dan dit weiland in de woestijn en verbouwen ze dus heel veel graan en tarwe. En nou ja, dat is ontzettend slim van deze mensen in Saudi-Arabië, want daar kun je heel veel geld mee verdienen. Maar het is natuurlijk wel, er is ook wel een nadeel, want ze pompen natuurlijk water op uit die aquifers en ja. Als die op een gegeven moment, want dat water dat is uitputbaar, dus dat kan wel opraken. Nou, als je eens kijkt op de kaart, ik heb even gekeken, Saudi-Arabië, en we gaan even naar de satellietstand. Moet je maar eens doen voor de aardigheid, als je eens in gaat zoomen op Saudi-Arabië. En op een gegeven moment dan zie je, nou ja, nu zien we nog niet zo heel veel. Ja, we zien vooral heel veel woestijn, hè. Riyadh, de hoofdstad trouwens, en als je dan steeds meer inzoomt, dan zie je op een gegeven moment. Ja, van die rondjes. Zie je dat hier? Die ronde spikkeltjes lijken het wel. Maar dit is allemaal. Ja, allemaal landbouw. Je wilt het niet geloven, maar het is echt zo. Zie je dat? Dit zijn allemaal van die cirkelirrigatielandbouw. Hoe groener het is, nou, daar is alles mooi in bloei. Je ziet trouwens ook sommige die zijn wat doffer van kleur, wat meer bruinig-achtig. Beetje lichtbruinachtig. En daarvan is het water eigenlijk al op, hè. Ze verbouwen deze graanvelden, bouwen ze natuurlijk in de buurt van aquifers. En dat water pompen ze op. En dat gaat dan via die metalen buizen. Irrigeren ze zo'n ronde, ronde weiland. Nou, en hier is geloof ik, moest kijken hoeveel. Hier moest kijken, joh. Kijk, hier onderin zie je een aantal die zijn al opgedroogd. Hè? Dat water, dat hebben ze opgepompt in die. Het zijn vaak ook hele kleine van die kleine aquifers die zijn dan op. En dan gaan ze weer ergens nieuw aanleggen. En hier zijn weer heel veel aangelegd. En op deze manier kan je dus toch aan landbouw doen. In een droog en woestijnland zoals Saudi-Arabië. Dus de tweede reden is de landbouw. En als we ook eens kijken naar het aandeel van in waterverbruik, moet je maar eens kijken. Deze bron heb ik ook uit 9,5 gehaald. Hoeveel van het water wordt dan gebruikt door de landbouw? Nou, moet je maar eens kijken, een aantal landen op een rijtje. Iran, Egypte gebruiken meer dan 80% van hun water voor landbouw om aan irrigatie te doen. Turkije ook veel, Jordanië veel, Israël staat er nog tussen. En als land wil je natuurlijk, is dit heel belangrijk. Maar je wil eigenlijk dat dit staafje meer naar beneden gaat. Dus dat je wel maximale opbrengst hebt in je landbouw, in je gewassen, maar wel steeds minder water gebruikt. En daar hebben ze een aantal technieken ook voor bedacht, met name rijke landen zoals de VS en Israël onder andere doen dat, China ook wel. Nieuwe technieken van irrigatie, waardoor je wel water gebruikt, maar wel minder, maar je opbrengsten van je gewassen niet achteruit gaan. En daar gaat onder andere paragraaf 9,4 over, dus daar gaan we ook naar kijken. Nou, de laatste reden waarom er dus meer vraag naar water is, dat heeft ook met de welvaart te maken. Dit is Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, ontzettend rijk land, vooral door de aardolie. En er zijn meer landen, Kuwait bijvoorbeeld ook, maar ook Saoedi-Arabië. Daar worden allemaal grote steden gebouwd, wolkenkrabbers. En die mensen die leven ook in luxe en die willen ook graag een zwembad bijvoorbeeld, omdat het ook wel lekker is in zo'n warm gebied dat je in een zwembad kan, maar het heeft water nodig. Mensen die worden natuurlijk zoiets van, ja, ik wil ook wel graag douchen, ik wil mijn toilet doorspoelen. Maar ook leggen ze, dat zie je hier ook wel een beetje. Dit is gewoon midden in de woestijn, maar er worden ook gewoon groene parken aangelegd met fonteinen.
golfparken waar waterfonteinen moeten komen. Dus dan zie je dat dus in de woestijn ze dit allemaal gaan aanleggen, maar daar is natuurlijk ook wel water voor nodig. Dus dat is ook een reden waarom het watergebruik toeneemt. Nou, die drie redenen heb ik behandeld. Nog eventjes herhalen. Toename van een vraag naar water komt dus door de bevolkingsgroei in het Midden-Oosten. De landbouw, het aandeel van de landbouw is een reden. En deze laatste, dat is dat de steden sterk zijn veranderd door olierijkdom. Hè. Mensen zijn luxer gaan leven en ja, meer welvaart en willen ook gewoon parken, een douche, een zwembad, waardoor het waterverbruik ook toeneemt. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van dit stukje. De volgende video ga ik vooral kijken naar wat de gevolgen zijn voor bepaalde landen en gebieden dat het water steeds opraakt. Voor nu kunnen jullie aan het werk met een aantal opdrachten uit het werkboek. Dus ik zou zeggen, pak paragraaf 9.3 erbij, bladzijde 118 en 119. En maak dan van je werkboek bladzijde 160 opdracht 1, 2, 3 en 4. Wil je nou wat meer uitdaging, dan wil ik je uitdagen om vraag 8 nog even te maken. En zorg ervoor dat je dit vrijdag 3 april af hebt. Dan ben je in ieder geval mooi bij. En ik zei al, het volgende filmpje gaat over paragraaf 9.3. En die komt dan vrijdag online om 11 uur. En dan gaan we volgende week ga ik nog twee filmpjes maken. Twee uitlegvideo's over 9.4. En dan zijn we alweer heel ver. En ja, ik hoop dat dit een beetje een duidelijke video weer is geweest, dat je hiermee verder kan. En nogmaals, heb je een vraag, stuur mij een mail of chat even via Microsoft Teams. Daar heb ik ook een chat met jullie aangemaakt. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Doe je best. Vergeet niet even te liken en te abonneren. En ook zeker mijn filmpjes echt ook te kijken en te gebruiken. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. En blijf allemaal gezond.